we gaan vooral op letten of de deelnemers warmte kunnen overdragen. Warmte voor het Nijmegens gelul. Dus we zijn wat minder streng met of het tiet of tijd is, of dat het uut of uit is. Maar we willen vooral dat zij kunnen overbrengen dat ze van Nijmegens lullen houden. Daar letten we op. Nou kijk, ik vind in zijn algemeenheid altijd aandacht moet blijven houden van waar je vandaan komt. En dat hoort ook bij het mooie Nijmeegse dialect wat gesproken wordt. En we weten in onze stad, waar natuurlijk heel veel mensen wonen die niet oorspronkelijk uit Nijmegen komen, dat dat toch anders is dan bijvoorbeeld de streek waar ik vandaan kom. In Limburg, daar spreekt eigenlijk iedereen dialect. En ik vind het daarom wel heel goed dat het zo gebeurt. Dat zal ongetwijfeld, zoals bij Nijmegen naar gebruik is, met een knipoog gebeuren. Maar ik ben benieuwd. Maar hoe word je nou echt goed in Nijmeegs lullen? Ja, geboren worden eigenlijk. Meer hoef je niet te doen. Je moet hier gewoon geboren worden. En de rest gaat vanzelf. Het is eigenlijk gewoon outfit op elkaar afstemmen. Ja, kijk een beetje rond naar jullie. Ja. Ik heb filmpjes van Jo Jansen gezien. Jo Jansen van de partij Gewoon Nijmegen. Hebben we even gekeken. De deelnemers moeten goed hun best doen, want de concurrentie is moordend. Het is gewoon echt een sterk veld dit jaar. Het is echt gewoon een sterke concurrentie. Dus pittige kansen, maar we zijn goed voorbereid. Dat helpt. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen zijn die zodanig goed Nijmeegs praten dat je moeite moet doen om het te verstaan. Dat is mijn ervaring. Maar ik heb gehoord dat mijn grote vriend Henny Linders er ook is. Nou, dan let maar op. Daar kunnen er niet veel tegen op. Om kampioen te worden moet je van alle markten thuis zijn. Nou, ze zingen liedjes. Ze moeten een bepaalde tekst afmaken. En we hopen wel dat we daaruit kunnen merken dat ze echt wel terecht hier bij het WK Nijmegens lullen komen. Dus er moet zeker bij hun warmte in zitten, ja.